Ik heb al de hele dag het gevoel... Staat hij aan? Ja. Ik heb al de hele dag het gevoel dat ik naar een begrafenis moet. Ja, sorry. Het is goed. Ja, ook met zo'n katheder. Daar sta je dan. En het is ook lekker warm. Dus het wordt een hele bijzondere avond, denk ik. In 1980, Dolly zou pas 9 jaar later geboren worden, kwam ik als Ruud Douma in Amsterdam wonen. Hunkerend naar liefde ging ik, je bent jong en je wilt wat, heerlijk veel uit. Ik leefde een jaar op een roze wolk. In 1981 werd ik op ruwe wijze met beide benen op de grond gezet en spatte deze roze zeepbel wreed uit elkaar. Een geheimzinnige ziekte stak de kop op en trok als een roofdier door de stad. Dit vraatzuchtige monster leek het in eerste instantie gemunt te hebben op de gay scene. Peter Jansen was rond 1981 de eerste vriend van mij die overleed aan deze ziekte. Er zouden in de jaren 80 en 90 nog vele volgen. Jonge, lieve, unieke, mooie, bijzondere en getalenteerde mannen als Jan Mesdag, Michel Vassalucci, Jans van Laarhoven, Bert Verheul, Benno van de Akker, Jos Diemel, Frans Kellendonk, Guus Zilvertand, mijn buurman Sjoerd Mobach, mijn oom Abele Mol, Jaap Pieters, de eigenaar van Gay Café Gaiety, om maar enkele namen te noemen. En ook voor collega's als Kobi Genezijde, Dolly Dolfijn en Helen zelf viel het doek. Ik denk dat velen van jullie ook namen van slachtoffers kunnen noemen. Ik herinner me hoe we dat ook deden bij bijeenkomsten op Wereld AIDS-dag of AIDS Memorial Day. Dat iemand begon met het noemen van een naam van een dierbare die was overleden aan AIDS. En toen dacht ik van, zullen we dat nu ook doen? Niet alleen hier in de zaal, maar ook thuis. Noem de naam van een dierbare, iemand die je hebt gekend, die is overleden aan AIDS. En ik zal als eerste een naam noemen. Charles Luker, alias Vera Springveer. Heeft u ook een naam? Noemt u gewoon een naam, u hoeft niet uw hand op te steken hoor. Noemt u een naam, dan ga ik door. Jan Langeberg, Harry Wilderman, Ton Stevens, Martien Krauwel, Martijn Verbrugge, René Cornelissen, Gerard Tolen, Bob Feijen, Rafael Brandau. AIDS. Die vier letters werden voor mij de afkorting van altijd in de stress. Elke ochtend stond ik angstig op met de gedachte van wie zal ik nu weer een overlijdensbericht ontvangen. Ik was werkelijk als de dood voor de liefde. Ik herinner me hoe ik in die tijd paniekaanvallen kreeg als ik een ruw plekje voelde in mijn mond. Ik had toch geen schimmelinfectie? En dat moedervlekje dat ik na een avondje stappen ontdekte, dat was toch niet het begin van Kaposi? En wat heb ik het lang uitgesteld om mij te laten testen? Het advies was sowieso in het begin van de jaren 80 om je niet te laten testen. Er was niets aan te doen. Er waren geen medicijnen. Als je positief werd getest, was dat een doodvonnis. Ik herinner me ook de opluchting toen ik mij wel had laten testen en bleek dat ik niet seropositief was. Maar ik herinner me ook dat ik een soort van schuldgevoel had. Dat ik in tegenstelling tot vrienden en kroegmaatjes blijkbaar door het oog van de naald was gekropen. Naast al het verdriet herinner ik me ook het warme gevoel van solidariteit dat er in die tijd ontstond. Een gevoel van we laten ons niet kisten, hoe vaak dat letterlijk ook gebeurde. We gaan dit overleven. In naam van de lulle liefde werden er lofbols georganiseerd om geld in te zamelen voor de bestrijding van AIDS. Presenteerde Helen zelf de Gay Dating Show op Salto TV en trok ik op uitnodiging van de Schoren Stichting met collega's als Dusty, Vera Springveer en Nicky Nicole met een speelset het land in om bij mensen thuis safe sex te promoten. Ik herinner me een emotionele avond waarbij iemand, gestimuleerd door de goede sfeer die al spelend ontstond aan mij en de groep, vertelde dat hij seropositief was.
Een jaar lang had hij rondgelopen met dit grote geheim. De boodschap Het doe je met verpakte Karin Spank en ik in het lied I do know how to love him, waarin we opriepen vooral condooms te gebruiken. Don't you think it's rather silly? He doesn't decorate his willy. We know by heart how we should start. Be calm, be cool, no lover's fool. Tell me why he's still undressed to kill. Het is natuurlijk fantastisch dat je tegenwoordig preppillen kunt slikken om geen HIV te krijgen. Maar als Spice Granny schrik ik af en toe wel een beetje van dat een van de bijwerkingen lijkt dat het belang van veilig vrijen hierdoor op de achtergrond dreigt te raken. Luister alsjeblieft naar Tante Dolly en doe om SOA's te voorkomen het alsjeblieft nog steeds met. De afgelopen dagen moest ik ook weer denken aan de vele optredens die ik begin jaren 90 heb verzorgd in het Prinsengrachtziekenhuis. Dat een speciale AIDS-afdeling had en Huize IJsselvliet in Wezep. Dat laatste was een vakantiehuis van het Rode Kruis waar AIDS-patiënten destijds, sommigen gezamenlijk met hun partner, hun allerlaatste vakantie doorbrachten. Ik zie ze nog liggen aan zuurstofflessen op hun bedden. Vaak jonge mannen, waarvan ik ook vele herkende uit het uitgaansleven. Nog zo kort daarvoor mooie, viriele, krachtige kerels die nu iets hadden gekregen van verschrompelde oude mannetjes. In mijn wereldje waren het vooral mannen die stierven. Maar dat betekent natuurlijk niet dat vrouwen de dans ontsprongen. Van de theatergroep waarmee ik in 1989 begon met optreden, is de helft overleden aan AIDS. Ik voel me tot op de dag van vandaag regelmatig schuldig dat ik deze heftige love battle wel heb overleefd. Laten we hen nooit vergeten. Voordat in 2016 het HIV-AIDS-monument werd onthuld op de Ruitenkade, was het homo-monument de plek waar we de AIDS-slachtoffers herdachten. Ik herinner me hoe we na vele begrafenissen de rouwboeketten naar dit monument aan de voet van die mooie Wester brachten en neerlegden op de driehoek aan het water. En altijd als ik langs het homo-monument fiets of een evenement erbij woon, denk ik even aan al die vrienden die zijn overleden. Ter voorbereiding van deze bijeenkomst heb ik vorige week eindelijk de Engelse serie It's a Sin bekeken. Ik zeg eindelijk, omdat ik het heel lang heb uitgesteld. Ik durfde de confrontatie niet aan. Ik was bang dat de littekens die die intense ervaringen in die gitzwarte jaren 1981 en 1996 hebben achtergelaten door het zien van deze serie zouden worden opengereten. Ik had het goed ingeschat. Het eelt op mijn ziel bleek een heel dun laagje. Wat heb ik gehuild? Wat kon ik mij gemakkelijk verplaatsen in de hoofdrolspelers in deze serie over een groepje jongeren dat begin jaren 80 komt wonen in Londen en eventjes met volle teugen proeft van het uitgaansleven. Nog vol toekomstplannen. De roes van de bevrijding was van zeer korte duur. Wat was het een onzekere tijd? Wat was er lange tijd weinig informatie? En wat kan ik mij daar decennia later nog ontzettend kwaad over maken? Stel dat AIDS destijds niet was gezien als een griepgolf die dodelijk was voor homo's en niet was bestempeld als geslachtsziekte onder homoseksuelen of homokanker. Stel dat het was beschouwd als een heteroziekte. Zou de wereld dan wel op zijn kop hebben gestaan? Hadden we dan wel meteen kunnen rekenen op massale steun van de overheid? Was er dan wel, zoals nu het geval was bij de uitbraak van corona, al zo snel op grote schaal informatie verspreid? Waren we dan niet geheel op onszelf en onze community aangewezen geweest? Hadden dan vele vrienden deze veldslag misschien wel overleefd? Herinneringen aan deze donkere periode werden trouwens in de eerste lockdown ook opgerakeld door verhalen over covid-patiënten die heel eenzaam stierven. Een lot dat veel AIDS-patiënten in die dodelijke jaren 80 en 90 ook was beschoren. Uit angst om ook besmet te raken kregen sommigen nauwelijks bezoek. Wat natuurlijk onzin was, want je kon helemaal niet besmet raken door die mensen te bezoeken. Maar het gebeurde wel.
Ik zag hem ook weer staan op begrafenissen van vrienden, waar de familie uit schaamte angstvallig geheim hield dat hun zoon was overleden aan de gevolgen van de ziekte AIDS. Er werd vaak gesproken van een longontsteking. En hoe vaak heb ik ook begrafenissen bijgewoond waar een partner van de overledene compleet werd genegeerd door de familie. Wat heet, er werd met geen woord gerept over zijn liefdesleven. Dat wezenlijke deel van zijn leven werd weggemoffeld. Wat heet, totaal uitgewist. In It's a Sin is te zien hoe een uitvaartbedrijf een moeder weigert aan haar zoon. Een moeder weigert om haar zoon, die is overleden aan AIDS, te begraven. Zijn dit soort praktijken eigenlijk ook in Nederland bekend? Wie weet heeft een van de sprekers van vanavond een antwoord op deze vraag. In dezelfde Engelse serie krijgt een moeder te horen: uw zoon is besmettelijk. We mogen hem van rechtswege opsluiten krachtens de gezondheidswet van 1984. 40 jaar later vraag ik me ineens af of zoiets in die tijd ook in Nederland is gebeurd. Ik ken gelukkig niet zulke horrorverhalen. Ik herinner me alleen maar artsen, verpleegkundigen en buddies die met de schaarse middelen die ze hadden hun uiterste best deden om AIDS-patiënten zo goed mogelijk te verzorgen en te begeleiden. Kampte zij destijds, net als het zorgpersoneel nu in de coronacrisis, ook met uitputting? Ik kan het me niet herinneren dat er ooit voor hen is geapplaudisseerd. Laat staan dat er een dankconcert voor hen is georganiseerd. Laten we dit vanavond vooral alsnog nog doen. Ik las deze week een oproep van Koert Davidsen, die een documentaire aan het voorbereiden is over zijn broer Bart Davidsen, die in 1986 overleed. In de laatste periode van zijn leven, mei 1986, lag Bart in het OVG in Amsterdam. En hier is hij liefdevol verzorgd door een verpleegkundige genaamd Pieter Leslie. Koert zou graag in contact komen met Pieter Leslie. Er is niet veel over hem bekend. Wat we weten is dat Pieter Leslie van origine een Schot is. En voordat hij werkzaam was in het OVG, heeft hij in Amerika gewerkt in een ziekenhuis met AIDS-patiënten. En deze ervaring heeft ervoor gezorgd dat hij werd binnengehaald bij het OVG. Niet lang na de dood van Bart is Pieter vertrokken bij het OVG. Vanaf daar ontbreekt ieder spoor. Wat zou het mooi zijn als we hem met elkaar zouden kunnen opsporen. Dus mocht u hem kennen, Pieter en Leslie, trek mij dan na afloop van deze bijeenkomst aan mijn jasje, aan mijn robe, aan mijn jurk. Ten slotte, when I look back upon my life, it's always with a sense of shame. Dat zijn de beginregels van de song It's a Sin van de Pet Shop Boys. En waarna de serie waarover ik het al had is genoemd. Er is de laatste decennia zoveel vooruitgang geboekt in de strijd tegen HIV en AIDS. En daarom is het des te schokkend om te zien dat 40 jaar nadat die toen nog geheimzinnige ziekte de kop opstak, het stigma, het taboe en die vooroordelen nog steeds heel groot lijken te zijn. Laten we ervoor zorgen dat die ook snel uit de wereld zullen zijn. Lang leven de liefde.